vakbonden hebben moeten vaststellen dat Unilever de afgelopen jaren van een hele sociale werkgever naar een naar veel minder sociale werkgever is gegaan. De uitbesteding van shared services is definitief geworden. Dat betekent dat, dat 400 mensen hun baan verliezen. Ik wil beginnen met het woord te geven aan Kevin Curran. The action you're taking to protect jobs is the same action that workers all over the world are taking. Because what is happening is that we're getting large corporations like Unilever who are constantly trying to drive their profits ever upwards. And one of the ways they do that is by squeezing the workforce. Now, what we've got to understand is that the pressures on the company now come from a new financial animal, a new economic development called the private equity funds. These private equity companies are also now targeting corporations like Unilever. So you've got Blackstone's, you've got Texas Pacific Group. All these companies now are seeking to buy corporations, squeeze profits out of them, and make people like you unemployed. Heel leuk, hartstikke bedankt dat je hier wil zijn met ons vandaag en geef je gelijk het woord. Dames en heren, de eer is geheel aan mij, want ik ben er wel erg trots op dat ik erbij ben wanneer in Nederland eindelijk werknemers opstaan tegen de nadelige kanten van de globalisering. De globalisering is een politiek die maakt dat alle markten in de wereld vrij worden. En dat stelt bedrijven in staat om mensen, arbeiders tegen elkaar uit te spelen. Die in Zuidoost-Azië tegen hier, die van hier tegen die in Afrika en Zuid-Amerika. En het gevolg is dat al die arbeiders over de hele wereld een prijs daarvoor betalen en dat uiteindelijk slechts de bazen de revenue plukken, de winsten. En er is niks op tegen dat geprobeerd wordt die landen ook economisch te ontwikkelen, dat die mensen ook welvaart krijgen. Integendeel, daar is alles voor te zeggen. Maar waar niks voor te zeggen is, dat is het asociale beleid. Waarbij men nu Polen hier naartoe haalt en het werk daar naartoe brengt. Het resultaat is namelijk dat gewone, eenvoudige mensen die met hun handen werken, eerzaam werk verrichten, daar over het algemeen niet goed voor betaald worden, dat die aan de kant worden gezet. En ik vraag u ook eens na te denken over al die kinderen die nu op het VMBO zitten. Wat is hun toekomst wanneer wat dan heet de maakindustrie uiteindelijk uit Nederland verdwijnt? Er is een taak voor de politiek, is mijn vaste overtuiging, om ervoor te zorgen met een industriepolitiek dat arbeid, eenvoudige arbeid, fabrieksarbeid ook in Nederland blijft. En dat het niet overal wordt weggesaneerd alleen maar omdat men denkt daar meer winst te kunnen maken. Eind 19e eeuw, Kevin refereerde daar al aan. Eind 19e eeuw behoorden de bedrijven die later Unilever zouden vormen tot de meest filantropische van hun tijd. Ze zetten projecten op om de positie van hun werknemers te verbeteren en ontwikkelden producten die in sociaal opzicht gunstige effecten sorteerden, doordat ze hygiëne en persoonlijke verzorging tot gemeengoed maakten. Ze gingen zeep maken, dat bedoelden ze. En voeding verbeterde door de toevoeging van vitamine aan dagelijkse voeding. En nou komt het. Tegenwoordig is Unilever nog steeds van mening dat succes betekent dat het bedrijf moet handelen volgens, let op, hoge gedragsnormen ten opzichte van iedereen met wie we werken. Ik lees het nog een keer voor. Tegenwoordig is Unilever nog steeds van mening... dat succes betekent dat het bedrijf moet handelen volgens hoge gedragsnormen ten opzichte van iedereen met wie we werken. Dames en heren, ik zou zeggen, vergroot het uit, hang het op de doos, zodat iedereen het hier langs de Maas kan zien en herinner ze eraan. Succes!